Ben je op zoek naar goedkope Ultimate Team Coins? Yes. Zo stupid question, I think. Ga dan naar fifacoinszone.com en gebruik tijdens de Team of the Season de code HEZEN voor 20% korting op je coins. Jongens, er is een speciale cup waarbij je Youth Team of the Season kan winnen van de Premier League. Altijd lekker om een Leicester City speler te krijgen. Alleen moet je hier 18 BPL spelers voor hebben. En wel toevallig, ik heb 18 BPL spelers, een aantal loan players. Kom ik precies uit op 18. Het team is best lekker, een aantal verdedigers. Ramirez is een beast. Oscar is goed, Sturridge en natuurlijk Lukaku als de spitsen. En daarmee gaan we proberen om Youth te winnen. Dus we gaan nu proberen om die speciale kaart te krijgen. Vind je vast de video te liken. En dan gaan we nu tegen de eerste tegenstander in die cup. Als je trouwens afvraagt welke instructies ik gebruik in dit team. Ik gebruik deze instructies. Bij de spits eigenlijk altijd achter linies kruipen in het centrum blijven. Deze blijft altijd voorin. Ramirez blijft achter. Hij is gebalanceerd. Fellaini blijft ook achter. En deze blijft allemaal achter tijdens de aanval. Deze kan je zelf kiezen. Ik heb op blijfpositie. Je kan ook vrije positie doen. Dat is maar net wat je zelf wil. Dit is hoe ik ermee speel. Ga kijken of het ook goed uit de verf komt met deze variant van de Premier League team. De eerste tegenstander die ook gaat strijden voor Juve is deze man. Hij heeft Ibarbo, Mirallas en Lukaku ook. Roberto Firmino. Het is een, eigenlijk een ja, 20k Premier League team. Moet je van kunnen winnen. We gaan kijken of het ook ons gaat lukken. Nou, let's go. We trappen af. We hebben lag. Vind ik fijn. Nu niet meer. Hoppa, Oscar. Oscar heeft de bal. Daniel Sturridge. Danny. Damn, Daniel. Damn, Daniel. Damn. Komt die Sturridge. Sturridge, gekke man. Au, scheids. Oké, Dembele. Dembele is links. Daar kan ik mee uithalen. Daar kan ik nu zeker mee uithalen. Skeetowally. Recht in de handen van voor hem. Sturridge. Daar door het midden. Het midden, daar loopt Sturridge. Daar loopt Sturridge. Sturridge, maak hem maar af. Sturridge, hoe mis je hem? Hoe mis je hem? Ook al eens met je zwakke been. Die moet er gewoon in. Lukaku. Lukaku. Ja, Lukaku. Maak hem eraf. Rebound. 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 1-0. Die eerste kans had Rijk al ingemoeten. Maar daar zit Oscar, de kleinste man van het veld zo'n beetje. En die kopt hem erin. Wie had het voor mogelijk gezien? Blijkbaar Oscar zelf. Directe paas. Die was niet op hem bedoeld. Maar ik heb hem alsnog. Damn, Daniel heeft hem. Prima. Deze man weet niet wat hij aan moet met deze ballen. En Ramirez. Ramirez op de grond gelegd. Tweede, ja, in tweede instantie. Wat is dit voor een doelpunt? De kluts is kwijt. En hij is gevonden door Ramirez. Dat is de 2-0. Kop hem weg. Die mag je wegkoppen. Die mag je wegkoppen. Dat gebeurt enigszins. Sturridge. Sturridge. Dembele dan. Je bent wel links, maar je kan ons nog opperen. Mag hem nu ook al schieten. Mag hem nu ook scoren. Het is de 3-0. Drie keer echt rotgoals. De speler waar ik tegen speel, die slaat zich misschien echt van zijn kop. Ik heb die ook in mijn neus. Kop hem weg. Goed genoeg. Begovic heeft hem. Ja, lekker. Sturridge. Sturridge. Peren maar. Net mis. Echt een centimeter. Oké, Fellaini is de mispeer van de dag. Oh, hij ragequit al. Het is niet eens nodig. Ik wilde hem net gaan wisselen. Maar hij ragequit al in de 25 minuten. 3-0. We gaan door naar de tweede ronde. Even Jantje Vertonghen kopen. 1400 coins. Ik vind hem wel iets beter. Ik vond Reed namelijk niet echt super goed verdedigen. Dus ik ga het even versterken met Jantje Vertonghen. Ook vond ik Fellaini niet echt zo goed als dat ik herinner dat hij was. Dus ik haal even Fernandinho in de hoop dat hij iets beter is. Iedereen verkende in goede conditie. We gaan eens over naar de tweede wedstrijd. Ik zie jullie daar bij die tegenstander. Tegenstander nummer 2. Ook een team van misschien 15k. Doumbia in de spits. Sterling. Shaqiri. We hebben Robbie op rechts voor. En voor de rest is het ja, redelijk standaard. Gaan kijken wat we tegen kunnen doen. Op naar Sturridge. Sturridge. Peer maar van afstand. Courtois die is meteen in actie in het komen. Oh, thanks. Je geeft hem recht in mijn voeten. Oh, scheidsvrij trap eigenlijk. Dit mag ook. Dit mag ook. Rebound. Hoe peer je die naast? Daniel. Damn, je doet het weer. Daar gaat Oscar. Oscar. Oh, Oscar. Fernandinho. Op het kopje. Jan Vertonghen. Dit mag ook. Fernandinho. Fernandinho schiet hem dan in. In de rechterhoek. 1-0. Achtste minuut. Het is Ramirez trouwens. Die Fernandinho. Mag ook. Zolang het maar een goal is. In ons voordeel. Fernandinho, oepsie floepsie, oepsie floepsie. Begovic heeft hem, no worries. We kunnen meteen door. Oh, lekker. Lekker, niks mis mee. Lukaku, blijf rennen. Je bent een redelijk snel mannetje jij. Fernandinho, pas hem door. Daniel Sturridge, damn Daniel! Ramirez tegen Robbie. Ramirez tegen Robbie. Ramirez wint. Ramirez is echt een beast. Lekker Oscar, hou die bal houdt hij. Nu Sturridge. Er is triple tap, triple tap, triple tap. En het is Oscaro. Golazo. Jezus, criminelen. Wat een doelpunt. Heerlijk voorgezet door Daniel Sturridge. En daar staat Oscar. En die kan hem er gewoon intikken. Hij slide hem er gewoon in. Hoppa.
Hoppa, een beetje rondspelen. Beetje rondspelen, beetje rondspelen. En dan krijg je dit. En dan krijg je de 3-0. Dit is een lekker goaltje. Lekker en heerlijk door elkaar zijn. Dan krijg je lekker. Nice. We staan al 3-0 voor. De Jan is compleet. Oscar door naar Lukaku. Lukaku loopt vrij. Lukaku. Het is geen 4-0. Maar het had het wel moeten zijn. Kurtzuma. Dembele. Dembele van afstand. Met zijn linkerbeen. Dat was een kansloze poging. Ah, het is een corner. Nice. Daar loopt Oscar. Oscar loopt helemaal vrij. De lag is aanwezig, jongens. Maar die laat ons niet stoppen. Want hier komt Oscar. Oscar, schiet hem maar. Oh, het is tegen de paal. Ping. Courtois kan er net de 4-0 stoppen. En dan gaan we de rust in. Even rust voor hem, want het is 11 schoten tegen 2 schoten. Wat is deze man aan het doen? Hij gaat een beetje in het hoekje staan. Gaat hij de wedstrijd zo uitspelen? Dat kan ook, dat hij gewoon balbezit bewaart. Oké. Ik weet niet wat hij wil doen. Nou, als die man zo wil spelen, dan zal het moeten. We staan toch 3-0 voor. Het maakt dan wel eigenlijk niet heel veel uit. Als hij niks meer doet, dan zien jullie mij aan het einde van de wedstrijd. Doet hij nog wel iets, dan zien jullie dat eigenlijk ook. Ziet er nou uit dat hij de bal zo waar weer aan het bewegen is. Kijken voor hoe lang dat duurt. Hier komt Oscar van afstand. Oscar! Oscar! Oh, dat scheelde weer helemaal niks. 5 centimeter om precies te zijn. Hij gaat weer in het hoekje staan. Oké. Er gebeurde niet echt meer iets benoemenswaardigs. Ik schoot net even de lat, want hij ging de laatste 10 minuten nog even spelen. Maar hij deed eigenlijk niks anders. We winnen deze wedstrijd met 3-0 en gaan door naar de derde ronde. Ze komen al steeds dichter bij die Team of the Season Youth. Derde ronde, derde tegenstander. Ook hij heeft een redelijk standaard Premier League team. 3 at the back. Dat betekent dat ik hem waarschijnlijk kan counteren met mijn snelheid van mijn spits Sturridge. Dus ik ga kijken wat we tegen kunnen doen. Mikel is namelijk best goed. TOT ook. Oké, deze man is dus momenteel niet aanwezig. Ik heb nu 3 rare tegenstanders tegengekomen. Via de eerste rage quitten. De tweede werd boos in de tweede helft. En ging ook eigenlijk niks net zo goed als rage quitten. En deze man drukt gewoon 3 keer achter elkaar op start. Hoezo kom ik 3 keer achter elkaar gewoon echt schandalige tegenstanders tegen? Dit is toch geen leuke FIFA? Je komt er met een aanval. Sturridge. Sturridge schiet hem in de rechterbovenhoek. En we zijn voor de eerste keer achter. Dit is iets wat ik niet voorspeld had. Oké, lekker. Nu vrij spelen. Nu even zichzelf vrij spelen. Au, scheids. Ik ben nog steeds te been. Maar doe maar half. Ja, Oscar. Oscar. Schiet. Nee! De Bailey schiet hem harder. Hij kreeg de bal recht voor zijn voeten. Maar hij tikt hem er niet in. Voetje ertussen. Maar dat voetje is niet genoeg. Oh, scheids. Oepsie. Sorry. Wow, wat doe jij nou weer, Dembele? Dit is even een rare pirouette. Nice, Lukaku. Tik hem maar recht in zijn voeten. Oh nee. Oh, Begovic. Het staat 0-2. We moeten even iets gaan veranderen in onze tactiek, want hij is me nu momenteel aan het ownen. Oké, Sturridge. Schiet hem maar, Sturridge. Mignolet. Oké, ik heb balbezit. Ik heb nog steeds balbezit. Nu, die had naar Fernandinho gemoeten, niet naar Ramirez. Maar pas nu naar Ramirez. We moeten nu echt iets beter ons best gaan doen, want 2-0 achterstand. Ik wil eigenlijk 2-1 proberen te komen voor het einde van de eerste helft. Daar loopt Ramirez. Ramirez. Corner. Daar moet het mee doen. Met het cornertje kunnen we scoren. Dus het cornertje goed plaatsen. Fernandinho op Ramirez. Oi. Hij was goed geplaatst, maar daar komt Mignolet nog. Sturridge doet dan een paar wedstrijden niet voor mij. Dus ik ga eventjes Martial erin zetten voor hem. Eriks kan ik eventueel nog wisselen met Oscar. Maar dat doe ik straks als iedereen wat moe is. Martial, nu naar Lukaku. Komt niet aan. Oi. Ja, hij maakt een foutje. Aannames gaat fout. Oh, scheids. Dat is niet de bedoeling. Ik trap hem per ongeluk onderuit. Dat deed ik niet expres, scheids. Daar loopt Martial. Oscar heeft hem nog steeds. Geef hem door aan Dembele. Oei, ja. Rebound, nee. Aanname gaat fout. Oi. Als hij die aanname niet goed had, dan was het gewoon een goal. Oké, Fernandinho. Op het koppie van Vertonghen. Het trapt net mis, maar Walker, als deze goed is, die is niet goed. Wat is dit? Fernandinho, daarna Ramirez. Ramirez, daar Oscar. Oscar. 1-2. 20 minuten nog voor 1 goal en liefst 2. Maar we gaan maar eventjes hopen dat we er nog 1 scoren. En dan komen we in extra tijd en maak hem daar af. Ik ga het even zo doen. Eriks op CIM, Oscar in de spits. Daarmee ga ik proberen om te scoren nog. Mijn laatste 13 minuutjes heb ik nog om 1 goal te maken. En die Carroll moet dan hier niet scoren. En dat gebeurt wel. En dan is het grip. Oh, hij scoort 1-3. Grip. En hij gaat alleen maar rondrennen nu. Oh, krijgen wij nou nog een klein gelukje. Alleen ik ben niet voorbereid dat die bal zo eetzig valt. En dan scoren we hem niet. We krijgen hier nog een kans. Waarom had ik hem niet mogen scoren? Niet dat het heel veel uit heeft gemaakt. Maar de 1-3. Hees is uitgeschakeld. We missen het speciale item. Dat is wel zonde. Het lag niet aan Oscar, die is een beast. Het was meer dat mijn spitsen niet echt deden wat ze moesten doen. Ze scoorden niet. En zo kwamen we dan niet aan te pas.
Nou, Juve zal zich echt van mij moeten laten wachten voordat ik hem krijg. Ik hoop jullie wel hebben genoten van deze video. Probeer het zelf. Kijk of jullie zelf hem kunnen winnen met een Premier League team. Op zich, ik raad een aantal spelers uit het team aan. Behalve eigenlijk met spitsen die het niet zo goed deden voor mij. Voor de rest is het een prima teampje. Vergeet de video niet te liken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Dus later mensen.